Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de woning aan de Terheidestraat. Ruim dubbel bovenhuis. Gelegen tussen het centrum en eigenlijk een beetje de Haagse Markt. Levendige omgeving. Openbaar vervoer ligt in de buurt. En wij gaan dit dubbele bovenhuis zo meteen van binnen bekijken. Het is lekker weer, dus ik zou het liefst buiten blijven lopen, maar dat gaan we niet doen. We gaan naar binnen. De Heidestraat. Het bovenhuis. Nou, de tram die kwam net voorbij. 5 minuutjes lopen vanaf de Haagse Markt. Nou, eigenlijk een minuut op 5 en dan zitten we echt midden in het centrum van Den Haag. En we gaan het appartement op nummertje 46 bekijken. Stukje nieuwbouw. Voor de rest redelijk gemaleerd. Zijn wat renovaties zijn er bezig. Dus van de week is de glasvezel gelegd. Vandaar dat de stoep nog bezaaid is met zand. Nummertje 46. Dubbel bovenhuis. De vereniging van eigenaren is slapend. Je bent met z'n tweeën, dus je moet eigenlijk even met de buren samen de VVE opstarten. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Slimme meters, vernieuwde groepenkast. En we gaan met de trap naar boven. Dan komen we hier een eerste deur tegen op de overloop. Dat is de deur richting het toilet. Dan komen we op de overloop en dan komen we een spiegelwand tegen. En daar zouden we eventueel een deur kunnen maken en dan komen we straks in een slaapkamer. Woonkamer aan de voorzijde. Achterzijde. Toegang richting de keuken. En nu is de muur opengebroken waardoor je dus meer een L-vormige woonkamer krijgt. Deze muur zou je ook dicht kunnen maken, waardoor er een extra slaapkamer ontstaat. Boven hebben we nog 2 slaapkamers en een ruime badkamer. En we zijn dus nu weer op de overloop. We zijn net door die deur daar binnengekomen. Nou, op de overloop lekker centraal. Het toilet. Fonteintje erbij. Automatische schakelaar, ja, daar is die combinatie met de ventilatie. Een ruim toilet, absoluut. Laminaat op de vloer, dat begint hier in de overloop, op de overloop. Gaan we naar de woonkamer. Kunststofkozijnen, dubbelglas. En dit is dus die zijkamer die ik bedoel. Nou, wanneer je deze muur dichtmaakt, dan houden we echt nog voldoende ruimte over hier in de woonkamer. En kunnen we zeg maar achter deze spiegel een deur maken. En dan heb je dus een extra slaapkamer. Op dit moment 2 slaapkamers, maar heel eenvoudig een derde slaapkamer te creëren. Nou, de woonkamer is absoluut ruim van opzet. Het is op zich een... ja, prima woning, nette woning. Niet helemaal in topcondities, maar daar hebben we toch ook wel een klein beetje de prijs op afgestemd. Ja, hier is het behang weg en wat stukwerk wat zichtbaar is. Nou, dat is op zich makkelijk te corrigeren. De tuin bij de buren ziet er gezellig en netjes uit. En aan de achterzijde van de woning hebben we de keuken. Vaatwasser. Gaskookplaat in de oven. Afzuigkap. Nou, je kan er natuurlijk een prima keuken van maken. Op zich is deze bruikbaar, maar is niet meer helemaal de nieuwste. Nou, de brochures voor de bezichtigingen liggen klaar. We gaan vandaag en ook aankomende zaterdag een groot aantal bezichtigingen doen. Dus mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook nog willen bekijken, neem dan even
contact op met ons kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. En dan kunt u eventueel voor aanstaande zaterdag nog een afspraak maken. Dus even nog heel even de brochure openslaan, want ik ben vergeten te kijken naar het bouwjaar van de cv-ketel. En dat staat er allemaal netjes in. 2007, Elektra 3 groepen aardlek. Maar de cv-ketel laat ik jullie zo meteen even zien. En dan weten we dus dat het bouwjaar 2007 is. We gaan naar boven toe met de trap. Komen we wederom op een overloop met toegang tot twee slaapkamers. Eén aan de voorzijde en één aan de achterzijde. En daartussenin is een zeer ruime badkamer gesitueerd. Slaapkamer aan de voorzijde van de straat. Echt ruim van formaat. Een grote kastenwand erin. Dakkapel. Heeft wel wat... Toch wel wat vocht hier wat er doorheen zit. Maar zo, voor zo'n ruim appartement op deze locatie is de prijs natuurlijk wel zeer aantrekkelijk. Slaapkamer aan de achterzijde. Heeft een Velux raam. Op zich ook prima van formaat. Voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed. Nog een bureau. Ja, een dakkapel zou het mooiste zijn. Dan krijg je natuurlijk nog meer ruimte. Maar dit Velux ruim geeft in ieder geval daglicht. Hetzelfde op de overloop. Ook een dakraam erin. En hetzelfde van toepassing in de badkamer. En dat maakt het een lekkere lichte badkamer. Nou, de douche kan ook wel wat aandacht gebruiken. Maar de ruimte is fantastisch. Nou, hier hangt dus die cv-ketel. Remea 2007. De ondermogelijkheid nog voor de opstelplaats van de wasmachine. Een droger zou er eventueel makkelijk naast kunnen. Grote wastafel. We gaan dus vandaag starten met de bezichtigingen. We gaan nog even met de trap naar beneden. En dan sluiten we af in de woonkamer. Mocht u naar aanleiding van deze video vragen hebben, laat het ons weten. Dat kan via de e-mail. Maar u kunt uiteraard ook even bellen naar kantoor. 070-448-3150. Ik ga starten met de bezichtigingen. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens. En mocht u vragen hebben, bel gerust.